Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Loopt een poesebeest mij in de weg weg, ja. Ik wil jullie als eerste een hartelijk welkom toewensen bij Corinna en de Beestenboel. En dat wel op zaterdag 9 juni om 10 uur 24, ja. Ik krijg vandaag gasten. Die ik nog niet kan. Het is een echtpaar, dus ja, mystery guesten, hè? Ja. En ik was bezig mijn computer op te starten. Dat moet ook gebeuren. En dan krijg ik allerlei kaartjes naar voren die ik, tenminste, ik gebruik. Hoe heet dat? Sticky notes gebruik ik om dingen op te schrijven om te onthouden. Dus dat komt allemaal tevoorschijn en er komt er nog iets tevoorschijn van Word. Document, dan moet ik uitkijken waar ik rij, want die ligt vlakbij mijn stoel. Dus ja, dan ga ik even opschieten, even de soeppan schoonmaken, die had ik vannacht in de week gezet, dat wou ik vannacht niet, tenminste gisteren niet schoon. Dus dat ga ik nou even doen, ik ga de vaatwasser leeg halen, ik ga het een beetje erin doen, hoeft die nog niet op aangedaan te worden. Ik moet eerst dan weer sparen, maar dan is het aanrecht schoon, hè. Voor de mystery geest, gasten, ja. En ik moet even naar het toilet. Ja, dat gaat ook gewoon door, hè, bij iedereen. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga vandaag ook vloggen. Hun vinden het niet erg, dus ja, we vloggen erop los. En ik zou zeggen, bespreek elkaar later en geniet van alles wat we met jullie doen gaan. Ik zou zeggen, tot later, doei.
en zoals jullie het zien, zijn we op het station beland. En dan is het eventjes wachten totdat de mystery guests er zijn. Er staan wel twee treinen, maar dat zijn ze dus niet, nee. Of het heeft vertraging, of het moet nog weg en dat er een ander binnen moet komen. Ik weet er echt twee keer en nu niks van. Nee, eentje staat trouwens op perron 3, geloof ik. Dat is 2. Ik weet dat er, ik zie dat zo hier vandaan niet. Maar maakt ook niet uit. Kijk, misschien dat jullie het zien. Ik zie het niet. Dat is 2. En dat zal wel 4 en 5 wezen, weet ik veel. Die perronnen gebruik ik nooit, nee. Maar het komt allemaal goed. We wachten geduldig af. Ik doe mijn zonnebril weer op. En ik zie jullie straks alweer. Hij gaat nou al aan. Hij is nu aan. Iedereen die nou voorbij komt, ja, die staat er al. Ja, er is weer een trein binnengekomen. En ik hoop dat dat de juiste trein is. Dat we merken het wel. Die er allemaal, ja. Ze komen vanzelf wel me toe. Ze weten dat ik hier op een koekmobiel sta. Dus ja, staat er enkel de vrouw in de weg. Maar dat maakt niet uit. Nou, we wachten maar af. Ik weet het eventjes niet hoe ze eruit zien. Moet ze nu voor me blijven staan? Ziet het toch? Ja, bij jullie. Ah! Tralalala, tweedelied. In the morning. Zo dan. Lekker veel herrie. Nou, ik denk dat ik er al zie. Nee, hier doorheen. Door de poortjes komen. Je hebt toch overal poortjes, dus dat maakt niet uit. Nou, daar zijn mijn mystery guests. Het ziet er goed uit, schat. Hoi. Hoi. Wil je het uitjengen, hè? Ja. Zo, dat was. Ik doe het links, want ik heb artrose in mijn duim. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jullie staan er de gekleurd op. Ja. Ja, nou dan zullen we deze weer uitdoen.
Hé, hey, meisje. Kom dan. Hallo dan. Hallo dan. Ons meisje, ja. Nou, we waren dus weer thuis. En ja, mijn mystery guests, die zijn dus met me meegekomen vanaf het station. En die hadden jullie al eventjes gezien. Maar we zitten nou aan de tafel met een bakje koffie en een cakey. En hoe smaakt dat allemaal? Lekker. Lekker, hè? Ja. Mooi zo. Ja, daar mooi in. Ben ik blij mee. Dat is heel blij. En we gaan er een hele gezellige dag van maken. Ja, ja. Dat, we zullen zien wat we gaan doen. Ja, er is markt, er is in het Zutphenpark, maar dat is een stukje lopen. Dat, het doet heel veel hoor. Oké, en daar schijnt wat te doen te zijn, dat weet ik van Astrid. Die vertelde mij dat gisteren. Dus ja, en er is op Cape Holland geloof ik wat te doen. Ik weet het allemaal niet, we zullen het beleven. Nou, ik zou zeggen lieve vrienden, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, jullie zien er nou mijn, een dashboard van mijn scootmobiel. We zijn dus lekker op een terrasje beland. Ja, en waar? Nou ja, op een terrasje. Of niet dan? Ja, ja, hè? Ja, vind ik van wel. Zeker weten. En het is gezellig, we zitten lekker aan een drankje en dat moet allemaal kunnen. En we gaan er lekker van genieten. Ik zeg tot later. Loop mee. En sta stil bij kanker. Ja, ja. En dan gaan we verder. Nee. Zou je wel willen? Ha! Wandelingen vandaag. Ja, ja. De ronde van. Dat doen ze nou ook. Ja, de LOS. Lokale omroep van Den Helder. Security. Wow. Wat leuk, hè? Verrekijker, de verrekijker. Aha. Hier worden kindertjes opgemaakt. Ook altijd leuk. Ja, het is heel leuk. Het werkt heel en leuk. En we hebben dus een markt. Zoals jullie al zien. Ja, wat voor de kanker gezin? Wou je kijken? Ja, die is best wel ook gebied in Almelo. Allemaal kinderen binnen kinderen hadden over wie het mooiste op heeft gesmeerd. Ja. Wou je kijken? Wou je kijken? Wij noemen naar Snuffelmarkt. Snuffelmarkt, wat hebben we genoemd? Oh, oké. Snuffelmarkt. Straks is weer kindermarkt. Wel weer 3 dagen. Maar wie zijn de meeste dan? De kinderen zijn hier. De markt, de vader, moeder zijn op de markt.
Ja, Henkel, je moet eigenlijk over het gras zien, ik. Ha! Een admirabele avond, sowieso. Het wordt nog gedoe, dan zeg maar zo. Achter elke wolk schijnt nog de zon. Oh ja, kom op het, sowieso. Het maakt niet uit wat er komt, sowieso. Het komt nog goed, hoe dan ook, zeg maar zo. Achter elke wolk schijnt nog de zon. Oh ja, kom op het, sowieso. Het maakt niet uit wat er komt, sowieso. Het komt nog goed, hoe dan ook, zeg maar zo. Achter elke wolken schijnt nog de zon. Oh ja, kom op het, sowieso. Het maakt niet uit wat er komt, sowieso. Het komt nog goed, hoe dan ook, zeg maar zo. Achter elke wolk schijnt nog de zon. Oh ja, kom op het, sowieso. Tot ziens, hoi! Hé, Moinke is blij en Moinke heeft het warm, ja. He, hij is ook blij dat we vrouwtje weer thuis gekomen en dat bezoek momenteel nou weer weg is. Die hebben we net naar de trein gebracht. Ja! Ja, heb jij even lekker opgepast, hè? Ja. Even op huisje gepast, hè? Ja. Een grote jongen, hè? Hé, Joskat. Och, voorzichtig. Ja, mijn bezoek is dus weer weg. We hebben een hele gezellige, leuke middag gehad. En we zijn nog weg geweest. Ik heb de Copro één keer meegehad, dat was met hem op te halen. Nou, ik ga niet dezelfde route weer doen om het weg te brengen op de Copro. Dat vind ik geen zin. En ik ga ook niet weer de tweede keer als we de markt op gaan ook de Copro meenemen. Heeft geen zin. Ik heb deze meegehad, de handcamera. Daar ga ik mee aan het vloggen geweest tussendoor hier en daar. En ja, het was berengezellig. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag, avond. Ik ga zo meteen even een hapje eten. En daarna zal ik zien dat ik de vlog van gisteren in elkaar kan zetten. Het wordt een kleine vlog. En deze wordt weer wat langer. Maar we zien wel hoe we het gaan doen. Hoe we het gaan klaarmaken allemaal. En dat jullie ervan kunnen genieten. Of, weet ik veel. Niet de andere week, niet de week dan. Ja, ik ben een aantal dagen al ver vooruit. Ik hoop dat ik meer dan een week vooruit werk. Ja, maar dat hindert allemaal niet. Het is leuk, het is gezellig. Ja, en er zijn altijd mensen die weten niet hoe en wat. En die beginnen dan te klagen. Ja, toen en toen was het dat en dat en dat zie ik nou pas, ja. En? Wat heb je met inplannen? We werken vooruit en ja, kunnen wij niks aan doen? Zo gaat het nou eenmaal. Maar ja, oké, komt goed. Ja hoor, het gaat erom dat jullie kunnen genieten van iets leuks. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, ik ga lekker een hapje eten. Ik ga mijn hondje ook even eten geven. En dan, ik heb een vis trouwens, ik heb het koud. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, voor vanavond ook wel terug dat jullie naar bed gaan. Gezond weer op, dat vooral. Degene die naar de kerk toe gaan, zoals ik. Een fijne kerkdienst morgen. En een gezegende kerkdienst, vooral voor de zieken, beterschap voor de alleenstaande. Mensen die niet alleen zijn, die vrije tijd over hebben. Doe je armen uit de mouwen, steek jullie hoofden bij elkaar en vergader eens een keer met elkaar. En ga juist met elkaar de oudere mensen die alleen zitten helpen en ga die naar buiten brengen. Breng ze onder de mensen. Ja, doe dat. Wees lief voor elkaar. En geniet met elkaar. En niet in je eentje. Want dan ben je ook alleen. Ja, en dat is niet leuk. Nee. Dus ja, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.